Torren Brondeel, prettig kennis te maken. Ja, jij gaat voor een plek onder de lat bij FC Twente, neem ik aan. Ja, dat is absoluut ambitie. Hè. Daarvoor ben ik ook naar hier gekomen. En daarop ben ik gebrand en daar zal ik ook alles aan doen. Nu is het zo dat over het algemeen Nederland bekend staat om de goede keepers. Is dat in België ook zo? Nou ja, België heeft ook goede keepers, maar die gaan meestal op vroege leeftijd, als ze echt heel top zijn, gaan ze naar het buitenland. En België heeft ook heel veel buitenlandse keepers als echte nummer 1. Dus ja, hun houden ervan om een andere keeper te halen als nummer 1 van buitenland. Nu ben jij verhuurd geweest ook in Nederland. Is dat een voordeel in dit geval? Ja, tuurlijk. Ik heb een beetje al de Nederlandse cultuur leren kennen, ook van voetbal. Het is toch wel, ja, en vooral in de tweede klasse, als ik dan vergelijk, heel, heel open en heel meer voetballend. Het zal in de Eredivisie wel net iets anders zijn, maar ja, het is wel een competitie waar meer voetbal gespeeld wordt dan in de Belgische eerste klasse. Wat betekent dat voor een doelman? Nou ja, dat je ook gewoon meer moet aanwezig zijn, kort achter de verdediging en niet... op je lijn blijven staan als het spel de andere kant is. Dus in België kan je dat nog, wel, kan je dat nog net wel doen. En Nederland heeft toch wel echt keepers die, die heel nadrukkelijk aanwezig zijn in het meevoetballen en ook in de ruimte bespelen achter de verdediging. Nu zijn keepers over het algemeen ja, een beetje de buitenbeentjes in een voetbalteam, althans dat wordt over het algemeen zo gezien. Maar zijn ook behoorlijk zelfkritisch. Wat zijn jouw sterkste en jouw zwakste punten? Ja. Die laatste wil je misschien niet noemen. Nou ja, weet je wat het is? De zwakke die worden alleen maar beter. Dus. Nee, mijn stijl van keeper is vooral dicht bij de verdediging spelen, ver uit de goal. Ik kom graag uit op hoge ballen. Ik ben graag aanwezig in het meevoetballen met de verdediging in de mate van het mogelijk. Ik moet ook geen onnodig risico pakken in mijn visie, maar in België is dat helemaal niet. In Nederland heb ik het wel meegemaakt, dus daar is nu een beetje een middenweg in te zoeken. Ja, ik ben gewoon graag aanwezig, kort bij mijn verdedigers, zodanig dat hun op stilstaande fases niet zoveel belast worden. En ja, ik zeg de ruimte achter de verdediging met doorsteekpasses kleiner te maken, zodanig dat ik hun daarbij kan helpen. Dat is een beetje mijn, mijn visie ook van het keepen en van het moderne voetbal toch. Hey, laatste vraag. Wat is je indruk van de spelersgroep van FC Twente? Ja, het is nieuw. Hè. Iedereen leren kennen. Ik weet nog niet precies wie is. Van een paar wel. Ik ken ook sommige jongens zoals Tom, waar ik vorig jaar tegen voetbald heb. Ik ben heel blij van hier te zijn. En ik kijk naar uit om de jongens nog beter te leren kennen. Heel simpel. Zit er al wel voldoende humor in? Ja, er zijn wel een paar figuren hier in de groep. We zullen zien wie... welke karakters allemaal spelen, maar het komt allemaal goed. Veel plezier en succes. Ja, dankjewel.